De bewoners van het district Brokopondo lappen de COVID-maatregelen aan hun laars. Het aantal besmettingen vertoont een stijgende trend en de situatie is heel zorgwekkend. Dit zegt districtscommissaris Ludwig Mendezoon. Zoals de zaken nu in elkaar zitten, is dat COVID een toenemende trend vertoont in Brokopondo. En dat heeft als oorzaak van dat de bewoners van Brokopondo helemaal, ze maken zich helemaal niet druk over naleven van de COVID-maatregelen. Ja, dat is gewoon de oorzaak. En men blijft gewoon feesten. Rouwplechtigheden worden, worden wel voortgezet. Maar dan met muziek en al, begrijpt u? En dat maakt van dat COVID zich dan gaat verspreiden, verder gaat verspreiden. En het is, de situatie nu is zeer zorgwekkend, ja, moet ik zeggen. Mendelzoon zal samen met de politie erop blijven toezien dat de COVID-19-regels worden nageleefd. Hij zegt dat de lokale bewoners op de hoogte zijn van de regels en de ontwikkelingen rond de besmettingen, maar toch blijven feesten. De burgervader hoopt dat de fikse boetes de mensen zullen afschrikken en dwingen zich te gedragen. Maar het uitgangsverbod en het samenscholingsverbod zijn twee zaken waaraan de mensen helemaal geen aandacht besteden. En er is ook een boetelijst. En ik denk van dat het uitdelen van boete gewoon nu een feit moet zijn. Als iemand een feest organiseert, van dat hij gewoon een boete opgelegd krijgt. En ik denk niet van dat de persoon 1, 2, 3, 4 keer een fikse boete gaat willen betalen. Dus de daartoe bevoegde autoriteit, bedoel ik hier bij KPS, moet daarop toezien van dat de boetes worden opgelegd. De burgervader staat open voor communicatie met de districtsbewoners en zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.